Deze video gaat over kruislinks vermenigvuldigen. In deze video ga ik je laten zien wat kruislinks vermenigvuldigen is en ik ga het uitleggen aan de hand van twee voorbeelden. Het eerste voorbeeld zie je hier naast me staan. Bij opdracht A hebben we deze verhoudingstabel en de opdracht is: bereken x in deze verhoudingstabel. We willen dus weten wat de waarde is van deze x. Nou, als je die x wil berekenen, dan kun je dat doen door gebruik te maken van kruislinks vermenigvuldigen. Ik zal je eerst even uitleggen hoe dat werkt en daarna gaan we die techniek toepassen bij dit voorbeeld. Maar eerst even, hoe werkt kruislinks vermenigvuldigen? Nou, daarvoor kijken we even naar de tabel hier aan de rechterkant. Dit is ook een verhoudingstabel en in iedere verhoudingstabel kun je kruislinks vermenigvuldigen. Kruislinks vermenigvuldigen betekent dat je schuin, dus diagonaal, gaat vermenigvuldigen. Dat kun je hier op twee manieren doen en in beide richtingen krijg je hetzelfde antwoord. Ik zal je nu laten zien hoe dat werkt. Je kunt dus kruislinks vermenigvuldigen door te zeggen: we doen de 2 keer de 15. Dus dan doe je kruislinks vermenigvuldigen in deze richting. Dus dan doe je 2 keer 15. Maar dat kruisvermenigvuldigen kan ook in de andere richting. Dus dan doe je juist de 3 keer de 10. En nou, dan krijg je dus 3 keer 10. En 3 keer 10 geeft precies dezelfde uitkomst als 2 keer 15. Want in beide gevallen is de uitkomst 30. Dus kruisvermenigvuldigen kan op twee manieren. Het kan dus zo of juist zo. En in beide gevallen krijg je dus hetzelfde antwoord. En in dit geval is dat dus 30. Nou, dit is het eerste wat je moet weten over kruislingsvermenigvuldigen. Maar het tweede wat je moet weten is veel belangrijker. En dat is hoe je kruislingsvermenigvuldigen kunt gebruiken om één van de vier getallen te berekenen. Stel je voor dat we de 10 niet weten. Dus we willen graag weten wat staat er op de plek van de 10. En dan gaan we weer kruislingsvermenigvuldigen, maar dan op een iets andere manier. We doen dan het volgende. Allereerst doen we gewoon 2 keer 15, want dat kan nog steeds, want je kunt daar kruislings vermenigvuldigen. Dus we noteren dan, we doen alvast 2 keer 15. Maar dan hebben we die 3 nog over. En wat je dan gaat doen is je gaat de uitkomst van 2 keer 15 delen door de 3. Dus we doen 2 keer 15 gedeeld door 3. Nou, 2 keer 15 is 30. Gedeeld door 3 is 10. Dus de uitkomst hiervan is 10. En dan hebben we dus dit getal weer gevonden. Dus we hebben nu twee dingen gezien. Kruislinks vermenigvuldigen kan in twee richtingen. En dat geeft in beide richtingen hetzelfde antwoord. En daarnaast kun je dus ook kruislinks vermenigvuldigen gebruiken om een van de vier getallen te berekenen. Dan doe je dus diagonaal keer. Je deelt hem door het derde getal. En op die manier vind je dan de 10. Nou nu weet je dus hoe kruislingsvermenigvuldigen werkt. En nu gaan we even terug naar het voorbeeld. En daar zie je eigenlijk hetzelfde principe als wat ik net als tweede met het berekenen van de 10 heb uitgelegd. Je ziet namelijk dat we hier drie getallen hebben. Het vierde getal weten we niet. Dat is de x en we moeten de x berekenen. Wat doen we dan? Nou, we kunnen dan kruislingsvermenigvuldigen. Dus dan doen we de 18 keer de 20 maar die moeten we dan, net als hier, gaan delen door het derde getal. Het derde getal dat we hebben is de 27. Dus we doen 18 keer 20 gedeeld door 27. En dat geeft de waarde van x. Dat moet je dan als volgt noteren. Je zegt dan, we willen de x weten. En daarvoor doen we 18 keer 20 gedeeld door 27. En dat moet je even uitrekenen met de rekenmachine. Daar komt een comma getal uit. Maar schrijf dat comma getal als een breuk. Want dan krijg je het volgende dat wordt 13 1 derde. En nu hebben we dus het antwoord gevonden. Dus dat hebben we gezien bij A. Bij A gebruiken we dus de techniek die we hier hebben besproken. Dus als je drie van de vier getallen weet, dan doe je dus vermenigvuldigen. dus 18 keer 20. Die deel je door het getal wat je nog hebt, die deelt hem door de 27. En dan vind je de onbekende. Dus dan vind je de x, schrijf die zoveel mogelijk als een breuk, en dan vind je 13 1 derde als antwoord. Oké, okay, het tweede voorbeeld, vraag B. De opdracht is nog steeds bereken de x in de verhoudingstabel, maar nu hebben we de verhoudingstabel die je hier ziet staan. En we moeten daar dus de waarde van x gaan berekenen. Hoe doe je dat? Nou, deze is een stukje lastiger dan A, en dat komt omdat die x hier op twee plekken staat. Net hadden we maar één plek met de x en toen konden we gewoon in één keer met behulp de van deze theorie de waarde van x gaan berekenen. Maar hier is dat lastiger, want je hebt twee stukjes met een x erin en dus kun je niet deze techniek gebruiken. Maar we kunnen wel gebruik maken van het eerste dat we hebben besproken. En het eerste dat we hebben besproken is als je kruislinks vermenigvuldigt in beide richtingen, dan zijn de uitkomsten hetzelfde. Dat gaan we hier ook doen. Dus we gaan in beide richtingen kruislings vermenigvuldigen. Dan weten we dat de uitkomsten gelijk zijn. Dus dan krijgen we een vergelijking en die kunnen we oplossen. Als je dat doet, dan krijg je dit. Als eerste doen we dus 5 keer x min 6. Maar dan moet je goed opletten, er staat x min 6. En vanwege die min moet die x min 6 tussen haakjes. Dus dan krijg je dit. Dat wordt dus 5. En dan tussen haakjes... X min 6. Dus nu hebben we vermenigvuldigd in de ene richting. En zoals we hadden geleerd, is dat gelijk aan kruislingsvermenigvuldigen in de andere richting. Nou, in de andere richting doen we 3 keer x. Dat wordt 3x. Dus dit is gelijk aan 3x. En nu hebben we dus een vergelijking. En als we die vergelijking oplossen, dan vinden we de waarde van x. En dan hebben we het antwoord gevonden. Dus nu gaan we deze vergelijking oplossen. Nou, hier moeten we de haakjes uitwerken. 5 keer x wordt 5x, en 5 keer min 6 wordt min 30. Dus dan krijgen we dit. Dat wordt dan 5x. Min 30 is 3x. Nou, nu moeten de 3x naar de linkerkant. 5x min 3x wordt 2x. Dus daar krijgen we 2x is. En ondertussen moet de min 30 juist naar rechts, dan wordt die positief. Dus 2x is gelijk aan 30. Nu gaan we aan beide kanten delen door 2. 30 gedeeld door 2 is 15. En dan weten we de x is gelijk aan 15. En nu hebben we dus het antwoord gevonden. Dus wat hebben we gezien bij opgave B? Bij B zijn er dus twee stukjes die we niet weten. En als je twee stukjes niet weet, dan gebruik je dit principe. Dus in beide richtingen kruislinks vermenigvuldigen geeft hetzelfde antwoord. Dan kun je dus deze vergelijking maken. Let goed op de haakjes vanwege de min. Die vergelijking los je stapje voor stapje op en dan vind je dit als antwoord. En nu weet je dus hoe je kruislinks kunt vermenigvuldigen. Vond je dit nu een handige video? Abonneer dan op mijn kanaal en klik even hier voor alle andere video's over dit hoofdstuk. En dan zie ik je graag snel weer terug. Bij de volgende video van Malt with Minnow.